Onderweg wordt wat geschreeuwd achter de auto, maar het komt allemaal goed. En kijk eens aan, die Ziris Dalba, die kan ook nog vertrekken. Dat kenden we nog niet, maar aan de binnenzijde gaat er achter Eva Tekkort van de benen. Nu helemaal van de benen. En de deelnemers die gaan dan op weg naar de overzijde van de baan. Uitgeschakeld, paard nummer 1. Eén galop. Zieris Talba heeft de leiding genomen en dan is er veel gewonnen. Op de tweede plaats erachter Final Magic en derde aan de binnenzijde is Cool Craft. Aan de buitenzijde geen makkelijk parcours voor Galia Fortuna. Dus even kijken hoe Hilde dat op gaat lossen. En in de rug van Hilde Hofstra trekt mee Ivan Hamwijk en hij rijdt paard nummer 3 El Ninja Freo. Achter El Ninja Freo is dan de binnenzijde Fleur Europoort. En achter Fleur Europoort dan op enkele lengte Jannes van de Putten. En hij rijdt paard nummer 4 Ebony Twix. Zo is de rust wedergekeerd in het veld en zit um, Fred Handelaar onwaarschijnlijk in een zetel achter paard nummer 2, Ziris Dalba. Ruim om die plassen heen en die brengt het veld de rechte lijn voor de tribune in. Op de tweede plaats is het Final Magic. Die even op zijn tanden moet bijten om de koploper niet te ver weg te laten lopen. Aan de binnenzijde krijgt natuurlijk een mooie koers, Cool Craft. Aan de buitenzijde is het dan Galia Fortuna. En aan de redingszijde Angeline Baptiste in haar eerste rit als amatrice, loopt ook geen meter te veel achter Fleur Europort. Hamwijk zit nog makkelijk op zesde stek in het tweede sport. Met El Ninja Freo En achter El Ninja Vreo hebben we dan op een lengte of 2,5 paard nummer 4, Ebony Twix. Paarden gaan af op eindoverzijde met een onveranderd, ogenschijnlijk redelijk hoog tempo. Dat wordt gedicteerd door Fred Handelaar en zijn Ziris Dalba. Op de tweede plaats hebben we dan Wim Brouwer. Hij rijdt paard nummer 6, Final Magic. En het eerste paard aan de buitenkant is de opkomende nummer 5, Galia Fortuna. De binnenzijde moet een beetje ja, afgevorderd worden, zeggen ze in Duitsland. Paard nummer 8, Coolcraft. En in het tweede spoor daarnaast krijgt een koers op maat, El Ninja Freo. Achter El Ninja Freo is dan aan de binnenzijde nog altijd die Fleur Europort En we gaan de laatste ronde in. Daarachter moet Ebony Twix even passen. En eerder was al achterop geraakt, paard nummer 1, Eva Tech. We zijn inmiddels in de laatste ronde. En het is daar dat Handelaan aan kop de hete adem in de nek gaat voelen. Van paard nummer 6, Final Magic. En aan de buitenzijde van Gallia Fortuna. Daarachter is dan de binnenzijde Coolcraft. En die wordt nu aangevallen aan de buitenzijde door een opkomende El Ninja Freo. El Ninja Freo, lichtvoetig, handig in dit zware pad. Gaat hij dan voor een dijk van een verrassing zorgen. Als Wafkoers op de laatste bocht gaat hij in ieder geval de derde plaats overnemen van Final Magic. Maar vanuit de start van het veld proberen dan ook die Fleur Europort als mede Coolcraft naar voren te komen. Maar het gebeurt op dit moment allemaal voor plek 3. Wat vooraan zijn in een velduel gewikkeld. Ziris uh, Dalba aan de binnenzijde en aan de buitenzijde Galia Fortuna. Dat is op dit moment de tweestrijd. Daarachter dan El Niño Freo. Aan de binnenzijde krijgt hij een aanval van uh, Coolcraft. En buitenom van Fleur Europort. Maar vooraan is de strijd om de overwinning nog lang niet beslist. Maar aan de binnenzijde vindt Ziris Dalba nog wel iets extra. Maar daar komt Galia Fortuna. En die pakt hem op de meet. Galia Fortuna een openbaring vandaag. Wint van Ziris Dalba. En op de derde plaats paard nummer 8 Coolcraft.